Moslims over de hele wereld hebben vandaag het Eid al-Fitr feest gevierd. Dit feest markeert het eind van de vaste maand Ramadan. De afgelopen maand hebben de gelovige moslims gevast en daarmee het lichaam en de geest gereinigd. Ook willen zij zich op deze manier plaatsen in de schoenen van degenen die het minder hebben. De verschillende moslimorganisaties in ons land hebben allen op hun manier uiting gegeven aan het feest. Zo heeft de Surinaamse Moslimassociatie SMA vanmorgen in haar multicultureel centrum aan de Livornoweg het Eid-gebed gehouden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wat betekent deze dag voor u? Heel veel. Heel veel. Het is een dag om echt te vieren. De moslimbroeders en zusters hebben 29 à 30 dagen gevast. En dit is de vreugde. De vreugde die je dan meemaakt van zoveel dagen vasten. En de vasten is niet alleen maar onthouden van eten en drinken, maar er komen zoveel zaken bij kijken. En hoe was het? Het viel eigenlijk mee, want in Nederland vasten ze eigenlijk bijna 20 uur volgens mij. 22 uur of 20 uur vasten ze daar. En hier is het maar 12 uurtjes. Dus die overstap was niet zo moeilijk om te doen. Vast iedereen? Normaliter denk ik niet dat iedereen vast. Want het is wel verplicht, maar bepaalde met ziekte en zo en dergelijke doen niet. Maar ze hebben wel bepaalde dingen wat ze ervoor kunnen offeren. De Surinaamse Islamitische Vereniging, SIV, heeft het Eid al-Fitr feest gevierd in haar moskee aan de Keizerstraat. Verschillende prominente Surinamers, onder wie vice-president Ashwin Adin en de minister van ROGB, Roline Samsudin, hebben hieraan deelgenomen. Zij hebben ook een financiële bijdrage geleverd, Zakat al-Fitr, bestemd voor de sociaal zwakkeren die zich zoals elk jaar weer voor de moskee aan de Keizerstraat hadden verzameld. De moslimbroeders en zusters zijn vandaag ook gezamenlijk bijeengekomen voor het Eid-gebed op het KKF-terrein. De ministers van HINT en BISA hebben ook deelgenomen aan het gebed. Minister Mike Noor Salim sprak de aanwezige gelovigen toe. Eid Mubarak. Eid Mubarak. We vieren met z'n allen vandaag dus het Eid al-Fitr feest. Wat betekent het voor u? Zo, het betekent heel veel. Ten eerste mogen we blij zijn dat we allemaal hier bij elkaar zijn. In verband met Eid al-Fitr, zo'n gezegend dag. En ja, Eid al-Fitr is heel veel. Maar kortom gezegd, is eenheid en ik denk heel veel liefde tussen de broeders, onze moslimbroeders. En natuurlijk ook na hele maand vasten, dan komt deze dag. En dat we het gezamenlijk mogen vieren, moeten we allemaal blij zijn en dankbaar aan Allah Ta'ala. Ja, Romatura, Eid Mubarak. Wat is uw Eid-boodschap voor mij? De boodschap van mij voor de hele Surinaamse samenleving is dat we een hele vredige, gezellige, maar ook een voorspoedige samenleving krijgen waar we eigenlijk met elkaar, want dit is het wat we hier zien, dat is Eid voor ons, dat we met elkaar echt blije gezichten, iedereen zo uitbundig, samen met elkaar. En ik hoop dat iedereen dat heeft, niet alleen de groep die hier is, maar de hele samenleving. Ongeacht welke etnische groep, welke geloofsovertuigingen we hebben, ik denk dat vasten universeel is. En dat na vasten, nadat we 30 dagen vast hebben, dat gewoon naar buiten komt. Het mooie ervan. Vandaag wordt wereldwijd het Eid al-Fitr feest gevierd. Dit feest, dat ook wel suikerfeest wordt genoemd, markeert het einde van de vaste maand Ramadan. U zag daarnet het vraaggesprek van Kala Boetius. Trouwens, Kala, heel mooi groen gewaad. Ik moet zeggen, turquoise.